onderwijssysteem in Suriname ondergaat verschillende veranderingen. Nou, in kader daarvan praten wij vandaag met mevrouw Bianca Augustusson, die boeken heeft ontworpen die ondersteunend zijn aan deze veranderingen, natuurlijk in samenwerking met een team van deskundigen. Welkom bij het eerste deel van In Gesprek Met. Mijn naam is Aranza Swedo. Samen met cameraman Rivolino Tjuntaksen brengen wij u het eerste deel. Samen met mevrouw Bianca Augustusson. Blijft u kijken. Mevrouw Bianca Augustusson, dank u wel dat u tijd vrijgemaakt heeft om met ons te zitten vandaag. Een heel mooi onderwerp overigens. Allereerst wil ik vragen, wie is Bianca eigenlijk? Nou, Bianca Augustusson is eigenlijk een geboren getogen Surinamer die op haar 22e, bijna 23e naar Nederland is vertrokken op vakantie, maar kreeg de kans om in het onderwijs te ontwikkelen en is daar ook gebleven. En van huis uit ben ik de zevende, dus ik kom uit een gezin van zeven en ik ben moeder van twee kinderen. Oké, u zegt het onderwijs en daar is eigenlijk ook waar het over gaat vandaag. Wat is uw specialisatie in het onderwijssysteem? Nou, ik heb 13 jaar basisonderwijs gedaan, doorgegroeid naar het voorgezet onderwijs, speciaal voorgezet onderwijs, werken met hoogbegaafde kinderen en momenteel ook als gedragswetenschapper. Dus wat is mijn specialisatie? Nou, ik heb breed alles zo een beetje gedaan. Oké, goed. U heeft ons verteld over het mooie project dat u gestart bent. Waar is het allemaal begonnen, alvorens we het gaan hebben, wat het precies inhoudt? Althans, laten we het eerst hebben over wat het precies inhoudt. Dat van de boeken die u, zeg maar, heeft. Is dit zelf geschreven? Hoe is dat dan toegegaan? Nee, niet zelf geschreven. Daar heb je experts voor nodig. Nou, waar het is begonnen, of wat was de tweede vraag? Dus wat het project precies inhoudt? Wat het inhoudt, het houdt in dat het onderwijs hier in Suriname aan het vernieuwen is. Ik juich het toe. En ik ben iemand, ik sta niet aan de kant en dan heb ik een kritiek. Ik ben iemand, ik zet mijn schouders eronder. En in het kader daarvan heb ik onderwijsondersteunend materiaal laten ontwerpen om het onderwijsvernieuwing te ondersteunen. Oké. Als we moeten kijken naar, u zegt vernieuwing en zo in het onderwijssysteem. Waarom heeft u er eigenlijk aan gedacht om ondersteuning te bieden hieraan? Nou, dan gaan we bij het begin. Waar is het begonnen? Tijdens corona, niemand zag het voor ogen, niemand zag het aankomen. Alles lag plat, ook daar in Nederland. Nou, ik kon de volgende dag gewoon mijn laptop pakken en op mijn schoot en dan lesgeven. Maar ik kreeg een telefoontje van de heer Cecile Lamesi en die vroeg mij van, hoe doen jullie het daar in Nederland? Ik zei, nou ja, ik werk gewoon vanuit huis. Nou goed, dat komt omdat de materialen gewoon gedigitaliseerd zijn. En toen vroeg hij me, wat zou ik hier in Suriname kunnen doen? Nou, ik had een paar tips gegeven, maar natuurlijk, iemand met een niet-onderwijskundig achtergrond, die gaat het op een andere manier aanpakken. En blijven doorvragen van, wat zou jij kunnen betekenen? Toen zeg ik, dan moeten we eerst onderzoek plegen van, wat zijn de pijnpunten? Wat is eigenlijk een hulpvraag? Wat heeft Suriname nodig? Wat heeft het onderwijs van Suriname nodig? Wat hebben de kinderen nodig? Wat hebben de ouders nodig? Dus zijn we onderzoek gaan plegen, met verschillende directeuren gesproken, met mensen van het ministerie van Onderwijs, met mensen van BIJP gesproken. En uiteindelijk ook met kinderboekenschrijfster Ismene Krishnadat gesproken. Weet je, dus een aantal mensen gesproken en uiteindelijk hebben we de ondersteuningsmaterialen laten, door onderwijskundigen, laten schrijven. U heeft het gehad over gesprekken die u gevoerd heeft. Het ministerie van Onderwijs, die zou eigenlijk ook betrokken moeten zijn in dit geheel. Is dat ook zo bij deze projecten of bij dit project van de nieuwe boeken? Nou, meer als wat ik aan het doen ben. Ik vind het altijd fijn dat als je iets gaat ondersteunen, dat dat daadwerkelijk ook ondersteunt. Dus ik heb het ook voorgelegd. Niet dat we een samenwerking zijn aangegaan, dat ze elke stap. Maar alles wat ik deed, heb ik wel voorteld van jongens, dit hiermee ben ik bezig, daarmee ben ik bezig. En hoe gaat u deze boeken daar inzetten? Is het zo dat ze, zeg maar, op de scholen gekregen zullen worden of gegeven zullen worden aan de studenten? Of is het dan voor de leerlingen of voor de docenten alleen om te gebruiken tijdens de les? Hoe gaat dat allemaal werken? Nou, het hangt ervan af hoe je het wil implementeren. Het is van de kinderen. Leren is van jezelf. Dus ze zijn ook echt praktische boekjes. Scholen kunnen ze het inzetten als huiswerkboekjes, als extra remedierend materiaal. Of als uitdagend materiaal, meestal als kinderen klaar zijn met werken, dan moeten ze wachten totdat de rest klaar is. Dat hoef je niet meer te doen.
Of als ik hoor steeds een doorstroomverhaal. Nou ja, weet je, met alle respect. Maar je zou het ook kunnen gebruiken van als een kind, ik zeg maar met het vak rekenen, nog een beetje achterloopt of extra ontwikkeling nodig heeft. Zou je ook een boekje van een eerder leerjaar kunnen pakken en het kind daarbij ondersteunen. Dus je kan het als school zelf erover gaan nadenken. Hoe kunnen we het implementeren? Ik kan ook daarbij helpen om te helpen denken. Ik ken ook mensen die daar graag ook in de praktijk daar iets voor willen betekenen. Dus op zich zijn ze breed inzetbaar. Oké. Die boeken zijn er nu. Ja. Is het de bedoeling dat dus er een naaf, dus dat is het natrek dat eigenlijk hieraan gekoppeld is? Bedoel je, want we hebben deel 1 en deel 2, een schooljaar bestaat uit 10 maanden. Dus je hebt een eerste en een tweede. Maar hoe doe je met natrek? Zullen er nog meer boeken volgen? Zijn jullie van plan, zeg maar, ook voor, want dit is voor de basisschool, ja. Is het de bedoeling ook om verder te gaan? Oh, voor het voorgezet onderwijs, omdat het doorgaande lijn. Ja, nou, ik ben van mening dat we eerst bij het basis moeten. Echt, fundament leg je bij basisonderwijs en dan ga je omhoog. Ik heb ook materiaal voor daarboven, maar ik wil eerst dat we bij basisonderwijs beginnen. Oké, als u moet kijken naar het nieuw onderwijssysteem eigenlijk in Suriname, hoe denkt u erover? Hoe zullen de kinderen zich aanpassen eigenlijk aan al het nieuws dat komt? Want de meningen zijn een beetje erover verdeeld. En als onderwijskundige, hoe kijkt u daarnaar? Ik moet zeggen, alles wat nieuw is, ook voor jou, ook voor mij, vraagt een andere aanpak. De ene reageert er anders op dan een andere. De ene juicht het toe, de andere die schrikt af en die denkt, klap dicht. Maar als je naar onze maatschappij kijkt, wat moeten wij nu gaan doen? We worden gedwongen om te gaan vernieuwen. Dus we kunnen bij het oude blijven, maar daar hebben we dus onszelf er mee. Of we kunnen met de stroom meegaan. Het is hoe implementeer je het? En natuurlijk snap ik ook dat het voor de ander een schrikreactie is, maar het moet ergens gebeuren. Daarom heb ik getracht om mee te helpen denken. Als wij extra materialen hebben die ondersteunen, kunnen we een soort van vangnet regelen voor de kinderen die nog steeds uitglijden. Voor de ouders die dat ook nodig hebben. Deze boekjes gooi je ook als huiswerkboekje, die gaan ook mee naar huis. En komen weer terug naar school. Dus het is eigenlijk iets van jezelf. Maar vernieuwing is nodig. Ja. Maar vindt u dat de ouders een belangrijke rol spelen tijdens dit proces, het vernieuwingsproces? Want als we kijken naar ouderparticipatie bij elke stap eigenlijk, alles, het hoeft niet per se onderwijs gerelateerd te zijn, is het heel belangrijk. Vindt u dat er zeg maar een speciaal aandacht daaraan besteed moet worden? Zeker. Ouders zijn onze bron van. Zonder de ouders hebben we de kinderen niet. En zonder de ouders kunnen we geen stap meer zetten. Dus je hebt de ouders nodig. Je gaat een ouder vertellen wat je aan het doen bent. En voor een kind is het belangrijk dat school en ouders, het maakt niet uit op welk niveau, samen iets doen. En het kind juicht het alleen maar toe. We spreken op dat moment één taal. Ja. Als u kijkt, u bent onderwijskundige al een aantal jaar. Uh-huh. Kinderen over het algemeen, hebben we nu een doorstroommethode in Suriname. Kinderen over het algemeen verschillen. Ik weet niet hoeveel ervaring u heeft met Surinaams onderwijs, maar wat zou daaraan beter gedaan kunnen worden om die kinderen zeg maar in de juiste richting te duwen, ondanks de doorstroommethode die er nu is? Nou, dan kijk ik naar mezelf. De eerste vraag van jou was hoeveel ervaring ik met onderwijs hier heb. Ik heb basisonderwijs hier doorlopen. Ik denk dat doorstroom een andere naam heeft gekregen. Ik ben een kind geweest dat altijd voorwaardelijk over is gegaan, omdat ik vaker in het ziekenhuis heb gelegen. Ik heb een broer gehad die wegens leeftijd overging. Dus nu heet het doorstromen. En het maakt niet uit hoe het heet. Er zijn kinderen die anders leren. Want dat is bij mij zo. Ik leer anders. Ik ben visueel gericht. En de ene is theoretisch gericht. Het is wat bied je aan? Welke materialen bied je aan? Om het kind daarbij te betrekken. Dus het is nodig. Het gaat om het differentiëren. Een leerkracht zal gedwongen worden, maar ook het omarmen om op 3 niveaus les te moeten geven. En de vraag van jou is het wel of niet goed? Het is nooit goed. Maar het is wel nodig. En er kunnen altijd kinderziektes zijn, er zullen beren op de weg zijn, maar die moet je als uitdagingen zien. Want als je het niet doet, ga je op hetzelfde niveau blijven. Wil je op hetzelfde niveau blijven? Nee. Je wilt groeien. Dus hadden ze het een jaar eerder gedaan of 5 jaren eerder gedaan, zouden we misschien nu anders praten. Maar het moet gebeuren. En over 5 jaar praten we er anders over.
Mooi dat u aanhaalt hoe uw leertraject was en dat u nu ook leerkracht bent. Van zo'n punt uit begrijpt u eigenlijk studenten beter, neem ik aan. Ja. Als het gaat om te kijken naar onderwijs in itself. U heeft aangegeven, er zijn verschillende kinderen. En één, dat is wat u zegt, u bent visueel ingesteld. Eentje moet het alleen maar even lezen en die weet er alles over. Moet er niet al ook daar een verandering komen in ons onderwijssysteem? Zeker. Ik zeg, de differentiatie destijds van mij, ik weet niet hoe het nu is, was knappe en dommerij. En je kan raden, ik heb altijd in dommerij gezeten. En toch ben ik geworden wie ik wil zijn. Ik heb een stukje mindset nodig. Maar je hebt het visuele nodig. Want het moment je iets vertelt, wil nog niet zeggen dat jij het begrijpt. Begrippen kunnen verschillen. Maar als ik het zie, dan kan ik met het verhaal dat jij vertelt en het plaatje erbij al opmaken van oké, daar gaat het over. En altijd navragen, klopt het dat, stel maar ik maak een korte samenvatting, klopt het dat bedoelt, zodat jij het bevestigt, zodat we weten dat we op één lijn zitten. Ja. En dat is wat onderwijs ook nodig heeft. Ja. Want het is lastig om alleen maar theorie, theorie, theorie en een kind die doet mee, maar begrijpt het niet. Het Surinaams onderwijs heeft ook heel veel aanpassingen gehad. Dus we kijken naar ook met de oil en gas. Nu in Suriname heb je er een richting eigenlijk over op een bepaald niveau die zich daarop focust. Maar kinderen die zeg maar handiger zijn met koken of kleren maken, die worden nogal gezien als zijn iets minder. Toch, je moet naar Boris scoren en je moet dit gaan doen en kleren gaan maken. Hoe kijkt u daarnaar als we naar het onderwijssysteem kijken in hetzelfde? Ik vind het alleen maar jammer. Van hieruit wil ik alle bedrijven uitnodigen en ze mogen vanaf basisonderwijs beginnen. Praktisch onderwijs is een grote vraag, want waar komen onze kleren vandaan? Wij kopen mooie kleren in de winkels, het maakt niet uit tot welke merk het is, maar het is door iemand die praktisch met handen werkt. Ja. Een loodgieter die komt, of iemand die een huis voor je bouwt, is een praktisch, hij komt vanuit de praktijk, maar je woont in een mooi kasteel. Dus waarnaar kijken we minderwaardig? Het is de mindset, hoe we het benaderen. Een kok, een chefkok, die staat daar, die draait een heel restaurant. En wij zitten alleen maar te eten. En we zeggen, het is lekker. Maar het is ook praktijkonderwijs. Dus we mogen dat meer gaan waarderen. En hoe denkt u dat we dat kunnen doen? Door vanaf de basisschool. Simpele lesjes. Het kan een rekenlesje zijn, maar dan met een stukje, ik zeg maar wat, hè, je doet breuken. Maar we gaan pannenkoeken bakken. Dan komen de kinderen die praktijkgericht zijn ook aan hun trekken. Maar dan gaan ze de les sneller snappen. En ik zeg misschien pannenkoeken bakken, maar je kan ook een cake bakken. Mm-hmm. En dan gaan we de breuken uitleggen. Ja, en ik ben ook eigenlijk persoonlijk van mening dat als we kijken naar het onderwijssysteem van Suriname, we ook richtingen die praktisch gericht zijn. Dus eigenlijk een bredere diversiteit moeten bieden daaraan. U geeft in Nederland les. Mm-hmm. Wat is iets dat Suriname sowieso kan overnemen van het onderwijssysteem van Nederland? Nou, ze hebben voorheen het VMBO, zeg maar, geïntroduceerd. Het is er nog steeds. En puur om dit ook. Maar je merkt ook dat daar ook weer ogen en haken eraan zitten. Maar goed, het gaat erom een breed perspectief. Dat is wat er nu geboden wordt. En men probeert nog steeds meer op te rekken. Dus Suriname is goed bezig. En one step at a time. Niet te veel willen. Want je leerkrachten moeten het ook kunnen. Ja. Daar moeten we mee beginnen. Begin bij de lerarenopleidingen. Die moeten eigenlijk eerst omgeschoold worden. En dan ga je verder, dan ga je verder. Dan heb je het makkelijker om het te implementeren. Breng me naar mijn volgende vraag. U hebt aangehaald, leerkrachten moeten het ook kunnen. En de leerkrachten van Suriname gaan eigenlijk door een beetje een moeilijke periode vanwege de demotivatie. Wat is uw advies naar een leerkracht die zeg maar het goede werk wil doen, maar ook een beetje gedemotiveerd is door de situatie van ons land? Eerst naar jezelf kijken. Elke ochtend dat je opstaat. Ik heb laatst ook een gesprek met iemand gehad. Waarom ben je leerkracht geworden? Waarom wil je dit beroep doen? Ik neem aan dat als je een beroep gaat doen, doe je het omdat je het leuk vindt. Maar omdat je ook iemand iets wil bijbrengen. Het woordje zegt hem ook leerkracht. Maar het moment je een beroep doet en je 's ochtends al opstaat en je het gevoel hebt van, zou ik zeggen, doe iets dat je gewoon blij maakt. En alles kan je demotiveren, maar geloof mij maar, als het echt iets is dat je omarmt, ook al heb je geen brood op je maag, ga je naar je werk. Ja, even weer terug gaan naar de boeken. Is het dus de bedoeling, voor alle duidelijkheid voor de mensen thuis, dat de leerkrachten deze boeken krijgen op de scholen om dan te werken met de kinderen? Nou, het is de bedoeling dat het ministerie van Onderwijs het wat mij betreft een samenwerking met me aangaat, zodat het ondersteunt wat wij aan het doen zijn.
En dat het in de handen van de kinderen komt en de leerkrachten en de ouders. Oké. Heeft u nog een boodschap die u wilt geven, zeg maar, als het dus gaat om onderwijs in het zelf? Nou, ik neem aan dat je vraag bedoeld is dat het gaat om de leerkrachten in Nederland of in het buitenland en de leerkrachten in Suriname. Nou, ik wil geen vergelijking maken, maar één ding wil ik wel zeggen, dat wij beide een overeenkomst hebben. De leerkrachten gaan al uit huis om onderwijs te bieden, kinderen te onderwijzen. Eén ding wil ik wel vragen, kinderen zijn uniek, dus maak daar ook in het verschil. Als je al eenmaal uit huis gaat met liefde om te gaan onderwijzen, welke omstandigheden dan ook, respecteer ik, waardeer ik. En mag jezelf ook een schouderklop geven. Maar als je daar al eenmaal aankomt, maak ook het verschil om een kind onderwijs op maat te bieden. Dat was mevrouw Bianca Augustusson over het onderwijssysteem in Suriname. Ze is ook ingegaan op wat we kunnen doen eigenlijk om dit een beetje te gaan verbeteren. En hoe wij moeten kijken naar studenten in het algemeen. Willen we veranderingen implementeren? Dat was het wat betreft het eerste deel. Maar gaat u nu weg, want mijn collega heeft nog een tweede deel van In Gesprek Met. Mevrouw De Bies, goedemiddag en welkom in Gesprek Met. Renata De Bies, voorzitter Spellingherzieningscommissie Sranantongo. Ja, een hele mooie functie en ook een interessante functie heeft u. Want de reden waarom wij u hebben gevraagd om ons wat meer info te geven, gaat om de online webinars voor het Sranantongo-taal die laatst zijn gestart. Kunt u ons precies vertellen wat ze zoal een beetje inhouden? Deze online webinars voor de spellingherziening Sranantongo hebben als doel om de taalgebruiker inzicht te geven in wat er gaat komen, maar ook om de taalgebruiker de gelegenheid te geven om mee te denken en mee te praten. Vragen we, leggen uit wat er verandert en waarom en hoe het verandert. Wie zijn allemaal de mensen die zich hebben opgegeven aan zo'n webinar? En men zou denken, misschien zijn het mensen die wat meer willen weten hoe bijvoorbeeld bepaalde woorden worden geschreven in het Sranantongo, want die was een paar jaren terug al een beetje gewezen. Wat bepaalde woorden met J nu met Y worden geschreven? Iedereen die geïnteresseerd is in het Sranantongo, alle taalgebruikers, wat we willen hebben, we willen draagkracht hebben voor de nieuwe spelling. Dus niet dat nadat die spelling is goedgekeurd door het ministerie, dat er daar ineens een andere spelling weer komt, zoals het geval is geweest in 1986. We willen draagvlak hebben voor, ik zei draagkracht, ik bedoel de draagvlak hebben voor de nieuwe spelling, die in 2023 of 2024 bekrachtigd zal moeten worden door de minister van Onderwijs. Waarom is het dan belangrijk dat er een nieuwe spelling komt? Is het doordat er nog veel te veel oude, ouderwetse uitspraken er zijn? Het is belangrijk dat er een nieuwe spelling komt. Het is 37 jaar geleden dat die spelling is bekrachtigd. NAX heeft zoveel keer gevraagd aan het ministerie van Onderwijs. En eindelijk heeft het ministerie van Onderwijs positief gereageerd op het voorstel van NAX. Nadat ze zijn geadviseerd geworden door de Nationale Taalraad. Wat is er gebeurd? Het Sranantongo heeft twee spellingen. Okay. En voor spelling, spelling eist eenheid en uniformiteit. Sommige mensen schrijven mijn oog, mi-ai, m-i-a-i. Terwijl een hele grote groep schrijft m-i-mi-ai-a-y. En spelling eist uniformiteit. Vandaar dat men dus eenheid wilde in die spelling en heeft gevraagd om een spellingherziening.
Maar men zou zich afvragen, Saranatongo wordt niet gebezigd op school, met uitzondering van in het binnenland waar de kinderen in hun eigen taal, maar merendeels in het Surinaams een beetje onderwezen worden. Dat zou men zich afvragen, waarom het eigenlijk dan belangrijk is dat men, is het dat men moet weten hoe Saranatongo geschreven wordt, want men praat het, maar je bent weet het ook niet goed te schrijven. U ziet vaker toch gedichten in het Saranatongo. Er zijn verhalen in het Saranatongo. Sommige mensen zouden een krant willen schrijven. Er zijn woordenboeken. Het is noodzakelijk als je een taal wil waarderen dat er een spelling is en een bekrachtigde spelling. Een spelling die de overheid bekrachtigt. Al wordt het niet op school gegeven, het is belangrijk, want het Sernami heeft ook een spelling, een Romaanse spelling. Het Surinaams-Javaans heeft ook een bekrachtigde spelling. Het is belangrijk voor de waarde, voor de waardering van een taal, dat er een spelling is die bekrachtigd is door de daartoe bevoegde instanties. Kunt u ons misschien een tipje van de sleur geven? Wat misschien gewijzigd zal worden? Dus het voorstel van 2023... dus dat hele, die hele structuur van die resolutie wordt, gaat anders uitzien. Ik ga verder. Wat ik noem het consensusspelling. Dus in 1986 is er een spelling geweest, AI, voor twee klanken, AI. Maar iedereen schreef AY. AI als in Baïsk, de spelling 86 zegt BAI. Alle mensen schreven B-A-Y. De spelling 86 zegt Free F-R-E-I. Alle mensen schreven F-R-E-Y. Ik noem dat consensus spelling. Want de bekrachtigde spelling zegt A-I, die ander zegt A-Y. Wel, dat punt zal zeker veranderd worden. Want dat heeft al de goedkeuring van alle taalgebruikers. Geen enkele taalgebruiker schreef wat in 86 staat. Ze schreven gewoon A-I-E-Y enzovoorts. Dat gaat zeker veranderen. Het kan misschien aan mij liggen, maar ik denk dat ik het nog steeds op de oude spelling hou. Omdat het makkelijker lezen is met die Y, dan zou je denken dat het een beetje naar de Engelse kan gaan. Misschien wel, misschien niet. Die Y, inderdaad, schrijf je in het Engels, lees je een Y als een J. Maar wat is het? In 86 wilde men... Vroeger was de spelling van het Saranatongo helemaal op het Nederlands gebaseerd. En vanaf 1960 stappen we ervan af. En dan zien we stapsgewijs steeds meer losmaken van de spelling van het Nederlands. De spelling... We gaan naar het Engels en die is internationalisering. Dus daarom die A. Je hoort, je is A-I, maar je hoort A-I toch? Jawel. En die J, die J-klank, wordt door de Y weergegeven. Dat zegt 1986. We stappen steeds meer af van het Nederlands. Ook deze spelling, dat voorstel van 2023, stapt nog meer af van het Nederlands. En de spelling van 2023 zegt, laat voor zoveel mogelijk klanken die in de Surinaamse talen allemaal voorkomen, moeten met hetzelfde teken weergegeven worden. Dus als het Saranatongo de P kent, het Sernami kent de P, het Javaans kent de P, schrijven ze allemaal datzelfde teken ervoor. Dus niet dat we moeten... Het Nederlands moet niet, de spelling van het Nederlands moet niet langer het model zijn voor de spelling van Surinaamse talen. De Surinaamse talen onderling moeten aansluiten op elkaar voor wat de spelling betreft. Oké, dat snap ik het. Maar omtrent het Saranatongo gedeelte, ik weet nog dat NAC samen met de Taalunie een beetje bezig was om, niet Taalunie, maar NAC was bezig met de Saranatongo dictée. Maar het lijkt alsof mensen twijfelen in zichzelf. Dus de opkomst is de afgelopen jaren een beetje minder geworden. Waarom denkt u dat het ligt? Ik zou dat niet weten, maar NAX werkt aan het Saranatongo dictée. Misschien ook omdat mensen één spelling zegt zo, ander spelling zegt zo, die schrijft zo, dat schrijft zo. Als deze spelling, dat voorstel, wordt goedgekeurd, dan zullen we de mensen moeten trainen in die spelling. Zodat iedereen die geïnteresseerd is, het leert schrijven. Ik beveel aan
dat er in Suriname cursussen papoeskrivies ran aan tongen worden gegeven. Dan kreeg je dit niet meer, dat de ene zo schreef, de ander zo en de ander zo. Dus die online webinar kan om en bij ook een beetje gezien worden van papoeskrivies, of is het meer voor die herziening? Het is voor die herziening. Het geeft precies aan wat staat erin, wat verschilt, wat het voorstel. Wat zijn de verschillen tussen 1986 en het voorstel van 2023? Wat is die herziening? Waarom is het herzien? Dat is belangrijk. De mensen uit te leggen. Want als je mensen... Kijk, veranderingen zijn moeilijk, hè? Als je de mensen uitlegt waarom, zijn ze eerder bereid het te aanvaarden. Maar als mensen niet weten, dan gaan ze het niet aanvaarden. Maar waarom is er gekozen voor een online webinar? Altijd als je hoort in het woord webinar eigenlijk. Vanwege geld. Geld. En met een, als je het online doet, je kan het fysiek doen, heeft zijn voordelen. Want dan zie je ook in mensen hun gezichten en zo. Maar als je het online doet, kan je nog ook mensen in het buitenland bereiken. En we vergeten dat er een grote groep Surinamers in het buitenland is, met name Nederland, die nog meer in het Sranantong geïnteresseerd zijn dan de mensen die hier in Suriname wonen. Het is voor 3 weken, die online webinar. Wat zou dan na die 3 weken gebeuren? Is er nog een vervolg? Nee, dan is het een vervolg. Dus die 3 weken geeft de commissie. Dan zien we waar we misschien beter moeten uitleggen. Wat misschien ietsje anders zou kunnen. En dan hebben we, want we hebben die resolutie al klaar eigenlijk. En dan corrigeren we het, we scherpen het aan en dan wordt het aan de minister aangeboden. Ook die webinars gaan uitwijzen of we misschien nog een beetje onderzoek bij moeten doen. En dat zal allemaal gebeuren. En dan wordt de resolutie klaargemaakt, de berekening, want die resolutie houdt berekening in, klaargemaakt om aan de minister door te geven, ter bekrachtiging. Want als ik me niet vergis, ik weet niet of in bepaalde woordenboeken komen nu ook Sranantonge woorden voor. Of hebben we ook een eigen Sranantonge woordenboek? Er zijn meerdere Sranantonge. Sommige mensen noemen ze woordenboeken. Ik noem een heleboel van ze woordenlijsten. Eén kan ik een woordenboek noemen, dat is van Summer Institute of Linguistics. Van John Wilner, dat is een woordenboek, want het geeft voorbeeldzinnen en alle dingen en functies. De andere zou ik noemen woordenlijsten, want het zijn gewoon, hoe zeg je het woord in het Sranantonge, hoe zeg je het in het Nederlands? Het geeft geen definities enzovoorts. Maar er zijn genoeg, ja. Als u moet kijken in uw functies voor voorzitter taal en voorzittercommissie, herziening, taalraad, pardon. Nationale taalraad. Ik heb een beetje te snel gesproken. En ook commissie herziening, Sranantonge. Wat zou u meer aanbevelen, vooral onder de jongeren? Want men heeft het idee van, als je te veel Surinaams praat, dat je Nederlands achteruit gaat. Dat is een historische hobby. Als je te veel Sranantonge praat, dat je Nederlands achteruit gaat. Ik spreek bijna de hele dag Sranantonge. Dat komt vanuit de tijd van Hadi Benjamin, die anti-reclame heeft gemaakt voor het Sranantonge, toen men heel Suriname wilde vernederlandsen. Ik zou ze zeggen, praat gewoon je Sranantonge door. Het is bewezen dat mensen die meertalig zijn, eigenlijk cognitief beter zijn dan eentalige mensen. Praat gewoon je Sranantonge door. Naar je tongo. Nee, dat snap ik. Omdat er was een discussie van als kinderen te vroeg Surinaams praten, dat als ze redactierekenen op school krijgen, dat ze het soms niet snappen, want het staat in hoog Nederlands geschreven. Die discussie, kijk, ik begrijp waarnaar men verwijst. Als je op school gaat en je bent niet Nederlands sprekend en je moet les krijgen in het Nederlands. Ga je het niet begrijpen als ik je nou zet om in het Grieks les te krijgen? Ga je het niet begrijpen? Dat bedoelt men. Maar niet dat het in hoog redactie rekenen in hoog Nederlands is. Als je Nederlands kent, dan kan je het wel begrijpen. Wat wij moeten doen,
Onze schoolboekjes moeten in het Nederlands zoals wij hier Nederlands praten. We praten Surinaams Nederlands en niet het Nederlands van de Nederlander. Onze schoolboekjes zouden in Surinaams Nederlands, dan denk ik wel dat iedereen het begrijpt, behalve de mensen die nooit Nederlands hebben gewoond, geleerd in het binnenland, waar er zijn bijvoorbeeld mensen in Suriname die geen Nederlands kunnen, ook geen Suriname. En die moeten dan les krijgen in hun eigen taal, in hun moedertaal. Nee, ik snap je helemaal. Oké, mevrouw De Bies, het is heel interessant. We kunnen er uren door blijven gaan. Maar het programma duurt toch niet zo lang. Maar wij proberen weer na die 3 weken weer contact met u te maken om te weten wat er verder zal gebeuren en wat zal komen. Dank u wel. Heel graag gedaan. En ik ben bereid om over 3 weken weer met jullie te praten over wat er op komst is. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van In Gesprek Met. Mocht u deze aflevering hebben gemist, geen nood. De herhaling is morgenavond om 8 uur op kanaal 12.2. We zijn er volgende week terug met een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Tot dan.